Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag hebben we even iets anders. We hebben vandaag geen item, maar vandaag gaan we iets leren. En misschien raad je het al, door een kaarttruc. Een hele leuke kaarttruc, een hele makkelijke kaarttruc. Iedereen kan hem eigenlijk wel doen. En ik ga hem nu eerst laten zien en daarna zal ik hem uitleggen. Oké, dus wat je nou eigenlijk doet, je laat een toeschouwer, laat je een kaart pakken. Laat het nu gewoon aan jullie zien. Laat jullie de kaart zien. En leg terug bovenop. En ik stop hem ongeveer in het midden. Oké, wat ik nu ga doen, ik ga nu jullie kaart zoeken. Ik denk dat dit jullie kaart is. Deze. Of was het hem niet? Dat is het niet. Nee. Nou, die ga ik jullie dus leren. Het is eigenlijk een goocheltruc. Eerst lijkt het of het fout gaat, maar daarna gaat het helemaal goed. Het principe is heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen, dus er zijn twee dingen die je hoeft te doen. Om de kaart terug te vinden, hoef je alleen de onderste kaart te onthouden. Dus in dit geval is dat de schoppen 8. Die hou je onderop. En die leg je dan zo meteen bovenop de geselecteerde kaart. Dus je laat iemand een kaart pakken. Nou, kijk, ze pakken een kaart. Dit is een harte 2. Die leg je bovenop. En dan leg je het onderste stapeltje. In dit geval is dat dan schoppen 8 onderop. Nu weet je dat je boven hun kaart legt. Nou, draai je elkaar om. Dan ga je voor jezelf. Dan ga je niet die harte 2 zoeken. Dat weet je natuurlijk niet. Maar je zoekt die schoppen 8. Die zoek je. En dan weet je, als je hier zo de schoppen 8 hebt. Hier de schoppen 8. En ligt daar zo de harte 2. Dus die ligt boven de kaart die jij weet. En zo kan je die kaart terugvinden. Dan kan je ook heel makkelijk zeggen van, oh, kijk, dit is jouw kaart. Dat kan, maar ik heb nog iets extra's bij je gedaan, wat ook heel leuk is. Wat je daarvoor moet doen, dan moet je niet alleen hun kaart, maar nog een kaart daarboven pakken. En dan de rest van de stapel leg je terug naar onder. Zodat je hier zo een willekeurige kaart hebt. En daaronder de geselecteerde kaart, de kaart van de toeschouwer. En dat laat je zo zien. Van, dit is jouw kaart. En acteer echt alsof je echt denkt dat dit hun kaart is. Dat ze denken dat de truc over is. Maar dan komt eigenlijk de truc pas. Want dan ga je hun kaart pakken, denken ze. Maar wat je eigenlijk doet, eigenlijk terwijl je hand omdraait, ga je met je duim, leg je op de onderste kaart. En die sleep je een beetje naar achter. Waardoor je hun kaart weg kan pakken. Terwijl het lijkt alsof je de onderste kaart pakt die je net hebt laten zien. Als we het nog een keer doen, je schuift die weg. Dan kan je die wegpakken. Maar dat laat je natuurlijk niet zo zien. Dat doe je terwijl je hand omdraait. En zo werkt de truc. Ik zal het nog een keertje snel laten zien met de handelingen die je moet doen. Begin met de onderste kaart onthouden. De toeschouwer weet het niet. Nou, de toeschouwer pakt een kaart. Bekijkt de kaart, legt hem terug bovenop. En dan pak je de onderste helft ongeveer van het boek kaarten en dan leg je weer terug naar boven. Maar je weet natuurlijk wat de onderste kaart was. Dus daar ga je naar op zoek. Maar kijk, onderste kaart, geselecteerde kaart. Maar je pakt niet alleen die kaart, ook de kaart daarboven. Schoppenkoning. En wat je dan dus doet, je draait je hand om, terwijl je dat doet, je schuift de onderste kaart weg, en je pakt de geselecteerde kaart, hun kaart. Nou, dit is dus hoe een hele makkelijke truc werkt, waar je je vrienden of je familie mee kan voor de gek kan houden. En misschien een heel klein beetje oefenen om die laatste beweging, maar ik weet zeker dat jullie het allemaal onder de knie gaan krijgen. Nou,
Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hier zoveel plezier mee gaat beleven. Misschien als je nog wat jonger bent, voor je vader of moeder doen. Misschien dat je dan iets van geld kan winnen of iets te drinken in de kroeg. Dat kan allemaal. Ik wens je heel veel succes mee. En mocht je vragen hebben, laat ze hieronder achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.